Het aantal COVID-19 besmettingen in Suriname, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië blijft op dagbasis groeien. Dit blijkt uit de statistieken van de World Health Organization. De teller in Suriname is inmiddels gesprongen naar 168, waarvan er 157 actieve cases zijn. Twee personen hebben inmiddels ook het leven gelaten. In Guyana staat het aantal besmettingen op 158 met een dodental van 12. In Frans-Guyana zijn in totaal 957 personen besmet, van wie twee zijn overleden. Brazilië noteert het hoogst aantal besmettingen, namelijk 809.398, met een dodental van 41.162. In alle vier landen wordt er met man en macht gewerkt om het aantal besmettingen tegen te gaan. In Suriname bijvoorbeeld mogen burgers alleen volgens de alfabetische volgorde de straat op. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie zich op straat begeeft, moet met een mond- en neuskap de straat op en een afstand van 2 meters in acht nemen. Ook in Frans-Guyana, Guyana en Brazilië werken de ministeries van Volksgezondheid samen met andere autoriteiten om de verspreiding van het virus in te dammen. In Brazilië ligt president Jair Bolsonaro wel voortdurend overhoop met de gezondheidsinstanties, omdat hij nog steeds gelooft dat het coronavirus slechts een griepje is en dus geen stringente maatregelen wil treffen.